Handschoenen zijn belangrijke persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. We gebruiken ze bij contact met patiënten in ziekenhuizen, bij bewoners in verpleeghuizen en bij cliënten in de thuiszorg. Maar handschoenen worden ook gebruikt door schoonmakers en in de linnenkamer. Handschoenen gebruik je voor je eigen veiligheid en voor die van patiënten en cliënten. Je verkleint zo het risico om micro-organismen te verspreiden. Het is belangrijk dat je handschoenen op de juiste momenten en op de juiste manier gebruikt. Anders beschermen ze niet genoeg of kunnen ze zelfs een besmettingsbron zijn. Via het project Goed Gebruik Handschoenen bieden wij zorgmedewerkers handvatten voor juist handschoenengebruik. Deze video laat veelgemaakte fouten uit de praktijk zien en wat er gebeurt als het per ongeluk een keer niet goed gaat. Daarnaast zie je hoe het dan wel zou moeten. Door drukte vergeet je misschien wel eens handhygiëne toe te passen voordat je handschoenen aantrekt. Hierdoor verplaatsen de micro-organismen die eerst alleen op je handen zaten zich ook naar je handschoenen en het handschoenendoosje. Als je met besmette handschoenen je eigen gezicht, een telefoon of een kledingstuk aanraakt, verspreid je onbewust micro-organismen. Met twee paar handschoenen over elkaar zijn dus beide handschoenen uiteindelijk besmet. Daarnaast kunnen er gaatjes in de handschoenen komen en is de kans op afglijden groter als je twee paar over elkaar heen draagt. Het onnodig gebruiken van handschoenen, zoals bij het helpen met aankleden, kan op een bewoner afstandelijk overkomen. Daarnaast is het verspilling van materiaal en geld. Hoe gaat het wel goed? Pas altijd eerst handhygiëne toe voordat je de juiste maat handschoenen aantrekt. Je gebruikt altijd maar één paar en zorgt ook altijd weer voor goede handhygiëne nadat je je handschoenen hebt uitgetrokken. Gebruik je handschoenen steeds eenmalig en voor één bewoner. Verder is het niet nodig om handschoenen te gebruiken bij de persoonlijke verzorging van een bewoner. Pas ook dan handhygiëne toe als je klaar bent bij de bewoner. Het kan soms lastig zijn om te bepalen wanneer handschoenen nodig zijn bij een cliënt thuis. Om deze reden worden handschoenen soms voor de zekerheid direct bij binnenkomst aangetrokken en pas weer uitgedaan bij vertrek. Ook wordt er voor het aantrekken van de handschoenen niet altijd handhygiëne toegepast. Dan raken de handschoenen direct al besmet met micro-organismen. Die verspreiden zich dan in het huis en op de spullen van de cliënt. Doe je nog een andere handeling bij de cliënt, dan moet je eerst weer desinfecteren en nieuwe handschoenen aantrekken.
hoe gaat het wel goed? Gebruik handschoenen alleen wanneer er sprake is van mogelijk contact met bloed, lichaamsvloeistoffen of open wonden. Of als je zelf een wondje hebt. Pas altijd eerst handhygiëne toe voordat je je handschoenen aantrekt. Wanneer je alleen bezig bent met oppervlakkige lichamelijke verzorging, draag je geen handschoenen. Je reinigt natuurlijk wel je handen, vooraf en achteraf. In deze video heb je kunnen zien hoe je handschoenen goed gebruikt. Dat is veiliger voor jou en voor de patiënt, bewoner of cliënt. Trek handschoenen pas aan op het moment dat je ze echt gaat gebruiken en niet langer dan noodzakelijk. Kies altijd de juiste maat en draag nooit twee paar handschoenen over elkaar. En gebruik tenslotte nooit handalcohol op je handschoenen. En onthoud, altijd handhygiëne toepassen voor en nadat je handschoenen gebruikt. Zo werken we samen aan een veilige en gezonde zorgomgeving. Heb je vragen? Dan kun je terecht bij je teamleider of de deskundige infectiepreventie van jouw organisatie. Of kijk op de website abrzorgnetwerkzwn.nl.